23 februari 2015 zochten wij Jamal Heenaar op het plein van 12 mei. Daar bereidt de talentvolle basketballer zich voor op de start van de competitie. De basketbalcompetitie wel te verstaan 2015. Het afgelopen seizoen behaalde hij met zijn ploeg de schakel geen finale plaats. Toch heeft de Vereniging van Sportjournalisten en dan ook terecht gemeend om hem erkenning te geven voor zijn talenten en zijn basketbalkwaliteiten door hem uit te roepen tot basketballer van het jaar. Aan het einde van deze videoopname hebben wij een vraaggesprek met Jamal Heenaar. In dat vraaggesprek geeft hij onder andere aan wat zijn doelstelling is voor het komend seizoen. Welke ploeg hij de lastigste vindt. Maar laat hij ons ook weten welke verdediger hij de lastigste vindt om tegen te spelen. Verder kunt u in de opname zien hoe hij aandacht schenkt aan zijn basketbaldribbeldrills en aan het schieten. En af en toe trakteert hij ons ook nog op een mooie dunk. Jamal Heenaar, je bent uitgeroepen tot basketballer van het jaar 2014. Dat is natuurlijk een belangrijke erkenning. Maar geeft dit ook een bepaalde druk voor het komend seizoen? Druk? Nee, een gezonde druk. Een lekkere druk waar je eigenlijk, natuurlijk zijn er meer ogen op je gericht. Maar een lekkere druk, ja, sportman, van geniet. Betekent dat je dit ook kan omkeren en er juist inspiratie uit kan halen? Ik ben sowieso extra gemotiveerd met zo'n druk op je. En ik probeer het ook over te dragen aan mijn teamgenoten. Motivatie is natuurlijk een belangrijke factor in het basketballen. Wat zou jouw ploeg de schakel anders moeten doen in 2015 om wel succesvol te zijn, als je dat zou vergelijken met het afgelopen jaar? Basketballen komen we eigenlijk niks tekort. We doen eigenlijk onderaan geen enkele vereniging. Ik denk dat de enige manier waar we echt in moeten groeien is meer dingen samen doen, hechter worden als team, weet je, dat teamgevoel, teamgeest een beetje meer ontwikkelen. En als dat er is, dan denk ik wel dat we tenminste hogere ogen kunnen gooien naar het kampioenschap. Welke ploeg vind je nou eigenlijk de lastigste tegenstander om tegen te spelen? Persoonlijk hebben we altijd moeite met een Yellowbeurs en een Arend. Dus gewoon persoonlijk, als we vrij fysiek spelen. Maar een kampioen SCV is vijf jaar kampioen. Dus sowieso zijn hun team te bieden. En dan tegen hun kijk je eigenlijk van, hey, die wil je pakken en die wil je winnen. Welke verdediger, als die al bestaat, vind jij de lastigste om tegen te spelen? Ja, ik vind Daryl Tolen wel een van de goede verdedigers hier in Suriname. Die man is beweeglijk met zijn handen en met zijn voeten. Waardoor je eigenlijk als aanvaller toch wel het beste uit je. Hij had eigenlijk het beste uit je. En daarvan kan ik alleen maar genieten. Dus als ik zeg een moeilijke tegenstander, dan kom ik op hem. Hij is een van de mensen die me altijd tijdens games kon verdedigen. En hij doet een goede job. Ja. Tot slot, heb je zelf nog iets wat je graag basketbalminnend publiek in Suriname zou willen laten weten?
Ja, ik ben iemand die van tevoren gaat praten. Tenminste, niet in het, misschien onderling praten we wel dat hey, dit gaat dit jaar gebeuren. Zo om elkaar een beetje te triggeren. Maar ja, het belooft wat te worden. Elk team is opgepast tegen elkaar en het belooft wat te worden. Dus wij gaan voor de kampioenschap. Ik denk ook andere teams ook. Dus mensen, blijven jullie niet thuis. Komen jullie kijken naar top basketbal in Suriname. Yes. Ja.